Dit is Gouda Spreekt. Gouda Spreekt. Uit onderzoek is gebleken dat Nederland hoog scoort op social media qua asociaal gedrag. Maar hoe asociaal is de Goudenaar nou op social media? Wij zoeken het uit. Uit onderzoek is gebleken dat Nederland hoog scoort op social media qua asociaal gedrag. Dus of dat haatreacties of bedreigingen of berichten onder posts die niet echt zo aardig zijn. Heeft u iets van meegekregen? En heb je zelf social media? Ja. Ja, op Facebook wel veel haatreacties en zo. En op Twitter was er altijd wel ruzie. Ja. Wat doe je dan vooral? Facebook. En wat post je vooral op Facebook? Voor mijn werk. Wat voor werk doe je? Ik ben fotograaf. Ja, je ziet veel geweld, maar wordt vaak veel grof taalgebruik gebruikt. Dus je maakt foto's? Ja. Mooie foto's? Ik denk wel. Ja, dat weet ik niet. Het is weer erg verschillend, hè? Ik vind het wel mooi, maar of jij het mooi vindt, het is kunst. Heb je wat? Helemaal niks. Heb ik wat? Kan je iets laten zien? Nee, ik heb nu niks bij je mede. Maar heb je zelf ooit iets gezien van mensen die iets posten? Hoe bedoel je dat? Iets beledigends? Ja, natuurlijk. Noem eens een voorbeeld. Nee, niet echt eigenlijk. Kan ik me niet voorstellen. Ja, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. En wat versta je onder asociaal? Iets beledigend, iemand kleineren, pesten? Nee. Nou, zal ik je eerlijk de waarheid zeggen? Godzijdank heb ik het nog nooit mee hoeven te maken. En heeft God zelf ook Facebook? Wie? God? God! Nou, God is geest en God heeft niet eens Facebook nodig om in contact te komen met mensen. Je kan sowieso met God praten zonder Facebook. Nee, ik ken niet. Hoe nog social media? Ja. Hoe Pito? Bij Pito? Ben niet. Never heard of it? Huh? Never heard of it? Nee. No? Neem de tijd. Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Dat weet ik niet. Vind ik moeilijk. Nee, computer, helemaal niks. Je hebt geen computer? Niks, helemaal waarom niet? Waarom niet? Dat kennen we niet. Weet u niet hoe een computer werkt? Ook dat, want ik heb het niet dus. En kent u de Ctrl Alt Delete? Ik ken het niet. Nee, echt niet. Nee? Nee. En als u een computer zou kopen, welke zou dat dan zijn? Nee, dat weet ik niet. Ik weet geen merken. Windows, een Mac? Nee, ik niet. Echt helemaal niks? Echt niet. Twee keer gehackt binnen één jaar. Op Facebook dan, met een account. Ja, is altijd bereikbaar. Als je vandaag met God met Jezus op praten, luistert hij naar je. Ik ben Nederlander en doe me gewoon deur gek genoeg, of niet soms? En hij heeft ook een heel dik berichtje aan jou geschreven, dat is de Bijbel. Dat is een heel dik berichtje. Van God voor... Oh, je moet in de camera kijken, of maakt dat niet uit. Van God voor jou. Nou, volgens mij wordt ook heel veel gepest op mijn social media. Kan ik dat leuk vinden? Ja, kan je zeker leuk vinden als je een relatie met God hebt. Kan ik het delen? Wat kan je? Kan ik het delen. Hoe bedoel je delen? Niet zoveel eigenlijk. De Bijbel. Wat bedoel je? Oh, uitdelen. Ja, als je de delen. Als je meerdere Bijbels hebt, kan je ze uitdelen, ja. Weinig eigenlijk. Heeft u überhaupt wel zelf een computer? Jawel, ja. Wat voor computer is dat? Als slijmerdoten weet ik niet. Nou, dan probeer je maar. Heeft u zelf ooit iets meegemaakt van buitenaf? Van asociaal gedrag? Ik zie op Facebook wel eens rare dingen voorbij komen. Ik zeg dat ik me ervan distancieer. Ik ben niet zo met social media. Dus ik denk niet dat je die vraag aan mij moet stellen. Ja, sorry. Ik weet echt... Je kan toch knippen, dus maakt niet uit.